Johan, in de zaal met mooie schilderijen van taferelen uit vervlogen tijden. Dit is twee schilderijen uit de 18e eeuw. En daar heeft deze brief uiteraard ook mee te maken. Kan je vertellen waar het over gaat? We zien scheepvaarttafereel uit het jaar 1790. Deze brief gaat over het jaar 1781, via de Engelse oorlog. En is geschreven in Demerara, het huidige Brits Guyana. We weten vrijwel zeker dat degene die hem geschreven heeft ook in gevangenschap heeft verkeerd, want de Engelsen hebben die kolonie na 3 februari bezet en eigenlijk alle Nederlandse gevangen genomen, alleen die kwamen na een klein half jaar wel vrij. Er zitten een paar leuke dingen aan deze brief. Die is geschreven aan Jan de Wolf, wonende op de slepersingeltje aan de Lange Vielepoort tot Middelburg in Zeeland. Maar hij is eigenlijk gericht aan de moeder van deze Daniel de Wolf. En die Jan de Wolf die bestaat al helemaal niet meer, want die is overleden. Dat blijkt ook uit de eerste woorden in die brief eigenlijk. Want daarin geeft Daniel aan dat hij gehoord heeft, dus kennelijk is er een andere Zeeuwse opvarende later daaraan gekomen waar hij iets van vernomen heeft, dat hij gehoord heeft dat zijn moeder tegenwoordig in Vlissingen woont, maar hij heeft dus toch die brief aan Middelburg aan het oude adres nog gestuurd. En hij zegt daar blij mee te zijn, want ook heeft hij gehoord, en dat verbaasde hem wel in het bijzonder, dat ze inmiddels weer getrouwd was. Dat gebeurde natuurlijk heel vaak in die tijd. En dat zie je ook aan de namen die je dan in brieven tegenkomt, dat een zoon heel anders heet dan een vader of een moeder. En ja, dat komt dan omdat heel vaak mensen al voor een derde of een vierde keer getrouwd waren. Maar die Daniel, die verwacht eigenlijk dat hij weer snel thuis zal komen. Alleen nu weten we dat waarschijnlijk niet het geval is geweest. Maar hij schrijft in januari dat hij verwacht dat hij in mei weer al thuis is. Het zij met een Vlissingsschip, het zij met een Middelburgschip. Want het ging om de kolonie Demerara. En we voeren heel veel Zeeuwse schepen op van de Sociëteit ter Navigatie op Essequibo en Annexe rivieren. Vervolgt hij, en dat is een heel mooi stukje. Want het was dat ik anders nog 20 jaar aanvaren, dan zou ik nog even rijk wezen. En dan vervolgt hij met zijn uitleg over hoe het geld in de wereld rolt. Want de boeren gaan er toch mee heen daarvan. Zal ik daarvan oppassen als God het belieft en mij gezond laat? Ja. Het is zo wel bijzonder, want hij schrijft dit gewoon aan zijn moeder. Wie neemt dit soort woorden in de mond? Maar kennelijk is dit een gebruikelijk gezegde om aan te geven dat het geld in de wereld in dezelfde zakken terechtkomt. Ja. Maar kennelijk is dit toch ook wel een godvruchtig iemand, als je dan weer ziet. Hij voegt er in ieder geval aan toe van, nou, ik pas er wel voorop dat ik mijn geld zo kwijtraak. Mits God me dan bewaart. Heel aardig. Het zegt iets over de omgangsvormen en het taalgebruik in die tijd. En die taal, dat is iets anders wat heel leuk is in deze brief. Je kan echt merken dat het iemand is die laag opgeleid is, wel kan lezen en schrijven. Hij heeft ook moeite gedaan om zelf die brief te schrijven. Het is echt in hanen poten neergekalkt. Hij schrijft zuiver fonetisch op de klank. En dan zie je dus dat de woorden zoals als, dat schrijft hij met HLS. Dus dat is eigenlijk Zeeuws. Ja, 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 ja. Alleen dan ook weer in een niet correcte vorm geschreven uiteraard. Want de H die wordt juist niet uitgesproken. Ja, en dan nog iets wat je helemaal in het begin van je verhaal, begin je over de slepersingel. Dat vind ik natuurlijk ook interessant, want dat is een van de verdwenen straten van Middelburg. Maar waar zit die straat precies? Die zit op de, nou, en dat lezen we mooi aan het briefhoofd hier, die zit aan de kop van de Zandstraat, naar de Lange Vielepoort toe. En dus het stukje singel, wat natuurlijk Middelburg had vroeger, was helemaal omringd door singels en nog eerder daarvoor, we zien het hier op een andere schilderij, omgeven door stadswallen. Dus dat lag echt aan de buitenrand van de stad en het was gewoon een klein stukje singel op de kop van de Zandstraat. Ja, precies. En
Johan, het is nu een drukte van belang, lawaai en verkeersadem van de stad, maar hier was dus de slepersingel vroeger. Ja, en dat moet vroeger dus juist een ontzettend rustig en stil stukje Middelburg zijn geweest, ja. Bij de Lange Vielepoort. Hij adresseert hem aan wonenden op het slepersingeltje aan de Lange Vielepoort tot Middelburg in Zeeland. Nou, ja. Daar staan we nu. Dit is in het groene woud, dames en heren. Dank.